En ik ben 15 jaar en dit jaar doe ik mee met de kunstbende in categorie fashion. Het atelier, daar gebeurt het zeg maar. Hier zie je de pop, zie je al een deel van de collectie. De collectie gaat over afval en het is eigenlijk een metafoor van hoe we zeg maar afval heel oppervlakkig weggooien en hoe we eigenlijk ook tegenwoordig best wel oppervlakkig met elkaar omgaan. Je swipet naar rechts of naar links en nou ja, daar baseer je het dan op. En nou ja, dat vind ik wel jammer dat je niet meer naar iemand kijkt dan alleen wat je op ineens kon zien. Ik heb best wel een grote ontwerpfase eerst gehad en echt gewoon ook hele andere materialen. Het was zeg maar, ik had ook bananenschillen of ik die kon verwerken en kauwgom dingen of ik die kon kleding stellen. Maar nou ja, het ging allemaal niet echt. Helemaal blikjes was wel heel grappig, want we gingen gewoon de straten op en met vuilniszak. En dan gingen we gewoon met prikkers allemaal blikjes van de straat halen. Dit was dan zeg maar op een jasje genaaid. Voor de rest hebben we voor de collectie nog shampooflessen en karton. Voor de shampooflessen is een jurk met allemaal schubjes van uitgeknipte shampooflessen. Ook heel veel accessoires, dus het is dan weer een soort van kroon, zeg maar, voor. Dat gaat dan zeg maar zo op je hoofd. Ik vond het zeg maar in het begin heel erg eng wel. Ik was ook altijd wel veel te snel en dan was de naald weer gebroken en dan ging de draad weer allemaal verkeerd. Dus het was echt prutwerk in het begin, maar uiteindelijk is het wel, gaat wel makkelijk. Het is natuurlijk niet hetzelfde als voetbal of zo. Of nou ja, het is wel anders. Maar nee, ik vind het wel leuk om te doen en voor mij gaat het daarom. Al 3 jaar geleden had ik zeg maar met Expo meegedaan. En toen had ik eerst voorronde in Utrecht gewonnen en daarna in de finale. Dus nou ja, dat was echt super vet. Hier heb ik mijn prijzen. Deze was van de voorronde en deze van de finale. Nou, ben ik wel blij mee. Ik heb in groep 6 of 5 ging ik tekenles volgen bij iemand in de stad. En dat was wel heel leuk. En nou ja, toen heb ik daar echt heel veel technieken geleerd en realistisch tekenen en zo. En ja, daar eigenlijk ben ik nooit gestopt. Nee, ik vind het wel grappig bij de etalage van de Bijenkorf. Het is zeg maar echt een combi daarvan. Want je ziet hier ook in de etalage gewoon, nou ja, wel fashion gecombineerd met toch wel iets beeldend. Ja, daarachter is een soort van spinachtig iets wat dan als een soort van een rek dient of zo. Maar het is dan, het combineert gewoon dat de kleding en de, nou ja, de schoenen en de tassen en zo, combineert het gewoon allemaal dat het heel goed bij elkaar past. Dus dat vind ik wel heel interessant. En misschien is dat ook wel weer iets wat ik later moet gaan doen. Dus, nou ja. Thank you.